Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mij Onze Beste. Vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Remnant Game. We gaan Art of Rally. We zeggen te hard. Maar dit is de game Art of Rally. En wat is het eigenlijk? Een soort, het is een geanimeerde race game. En ik begin al gelijk goed, zoals je ziet. Je zult vaak wat zien abonneer en reageren, laat ik zeggen, deze video. En dan gaan we de beste tijdens neerzetten. Het is gewoon een baan die je rijdt. Ja, wat de snelste. Dan moet gewoon de snelste tijd rijden. Oh, net dat randje. De game is wel nog in een beta. Dus. Zoals je links kunt zien, kun je zien hoe ver ik ben. Zoals ik zei, ja, de game is nog in beta, dus waarschijnlijk zal er nog wel aangepast worden. Kijk. Zo, stil. Ja, pak ze, jezus. Maar hij herpakt zijn grip niet in die. Maar deze game bevat dus career mode, maar ook time trials, online mode, free roam mode. Waarin je dus genoeg kunt oefenen. Kijk, en ik had nog terug kunnen komen, alleen deze game zit je wel. Als je echt of iets te ver uit je baan bent, dan zet hij je terug. En dus, mensen kun je niet omver rijden. Ze komen altijd wel op de baan staan, maar hier. Ik ga niet op de baan staan dan. Oké, dit was wel echt mijn fout. Remmen. Even een driftje erin gooien. En gas geven. Lekker naar links. Een beetje remmen, een beetje driftje erin gooien. En we gaan schepen. Het is zoals je ziet wel echt, of tenminste, persoonlijk vind ik het echt wel een hele mooie map. Of tenminste dat de omgeving er gewoon heel gaaf uitziet. Want mensen denken van ja, wordt niet echt, wordt alleen gefocust op de baan. Maar als je om je heen kijkt, alles ziet er gewoon zo gedetailleerd uit, netjes. Dus pluspuntje. Kijk dit dan. Ja, het laat. Ja. Kom op. Ja, steen. Het gaat zo soepel. Ja, even gewoon afslaan. Lekker drift. Niet schermen. Weer een mooie drift en nu gas geven. Nou, iets remmen, anders vlieg ik er gewoon zo uit weer. En gas geven. Ja, ik heb hem nog. Yes. Oh, jongens, oh. En nu één recht stuk. Oh, dan gaan we een brugje crossen. En we zijn toch aan buiten aan het einde. Kijk, hij kan gewoon de bochten niet houden. Oké, jammer, maar. Hier, ik weet niet waar ik naartoe ga. We hopen dat auto rollen ofzo. Nou. 4 minuten 52. Hartstikke goed, nou we gaan gelijk verder. Oh, nog een keer, alleen dan. Zelfde baan, alleen dan in de.
ochtend. Nou, let's go. Missen. Nou, ik denk niet dezelfde baan hoor. Wel trouwens. Ja, is dat de tactiek? Gewoon zorgen dat je een beetje in het gras rijdt en... Oh ja, nou rijd ik terug. Yes, ik rijd terug. Daar gaan we weer. Oh, fire. kijk mooi de bocht op terug. Gaan we proberen. Ja, bochtjes zijn iets te... Ja, de bocht was iets te klein, dus ik heb hem iets groter gemaakt voor ons. Zo. Oh, nu omhoog rijden. Zo. Nee. Ja, jezus game. Je gooit mezelf de baan af. Ik vind het wel mooi dat je wel zorgen dat je de auto kan zien. Dus niet dat je gewoon zit zo van, waar is mijn auto? Nee, dat je echt een bolletje ziet van, hey, dat er gewoon een boom of obstakel die er is, gewoon wordt weggebeamd. Of ja, weggehaald. Ja, ik ben hartstikke goed bezig, jongens, ik weet het. Binnenbocht. Dank je. Even een driftje. Te veel snelheid. Hier rijdt drift zichzelf gewoon nat. Schrijf gekocht. Maar het ging iets beter af. Weer een leuk lang rechtstuk. En deze bocht moet ik remmen, want ja, en... Hey, ik was weer bijna verder. Weer een bocht naar links. Ja, serieus steen. Ik was net zo met mijn tijd verpest. Maar nu gas geven dan. Ja, en hey, schapjes. Schapjes. Maar even gas geven om te verbeteren van tijd. Zo. Ja, daar heb ik. Oké. Tijd met 20 seconden verbeterd. Ongeveer. Nou, we gaan gelijk gewoon naar een volgende race. Ja, je kunt zien. Ik weet niet uit welk land ik kom, maar ik heb het. Ik sta 8e. Ja, nummer 8. Ja. Nou, groep 2, 8e. Nog netjes. Ja, 8e. Oh, nee. En dan gaan we gelijk door met de volgende race. En we gaan gewoon weer verder. We hebben een andere auto gepakt.
weer direct te zien krijgen. Een iets snellere, waarschijnlijk. Nou, we beginnen met 6,2 miles, dus we zijn wel even zoet. Maar aangezien deze toch sneller motor zijn, denk dat het maar goed zit komen. En die beter grip heeft, hoop ik. Dat hoop ik. Zo, dan hebben we een stadje. Hey guys. En dan haakt de bocht naar die leden. Die bocht. En we kunnen weer verder. Geen steen, maar... houdt zich in de sturen, denk ik. Nou, kom, gas geven. Ja, deze is met een torque. Torque. Dus dat hij minder snel, ja, minder acceleratie zou zijn. Oké, deze dit zo slecht. Top speed is wel beter, maar... nou, lekker omhoog crossen. Dan begint het weer lichter te worden en dan... hallo, gaat dat ding uit? Dank je. Nou, het is een grip niet. En we gaan schrijven. Ja, wat moet u gaan zeggen? Binnenkantje. Nou, iets meer snelheid verminderen, maar... jezus. Je vliegt hier weer uit. Slechte grip. Erg slechte grip. Hier, wat moet ik hier mee? Ga ik al door dan? Ja, ik moet weer remmen, anders vlieg ik eruit. Jezus. Ja, dat wordt ook niet waarschijnlijk de beste... van allemaal. Al hebben we de bocht ver afgesneden. En ik weet niet wat hij hier aan het doen is, maar... nee, een snow... sneeuwschuiver. Oh, dat kan netjes binnenkrijgen. Volgens mij is dat meer een tactiek die een beetje wel door die randjes gaat rijden. Oh, we hebben nog steeds niet. Dan ben je die randjes gepakt. Zo.
Ik was niet eens ver uit de baan. Jezus. Ik was niet eens ver uit de baan. Mag ik gas even op? Naar de buitenkant. Binnenkant. Snel eromheen draaien en gas geven. Kom, drift, 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 drift. En gas geven. Bam. Oh, dat ging ook weer lekker soepel. In ieder geval. Oh, ik sta gewoon twee dus. Oh. Nee, dat is dus nog niet slecht. Maar als je nou vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. En dan zie ik je weer de volgende aflevering van Art Rally of iets anders. Bye mensen.